Echt groots is de opkomst niet voor het laatste concert van wat een van de vermaardste Vlaamse orkesten van het afgelopen decennium geweest zal zijn. De aanwezigen weten wel waarom ze komen. Ik ben inderdaad heel bewust. Ik ben van Verschoten. Een week geleden werd dat vermeld in de krant. En ik heb gezegd, ik ga onmiddellijk op in, want ik wil dat laatste concert van de Beethoven Academie wil ik absoluut bij zijn. Wij spelen een heel leuk programma met allemaal casino-muziek. Dat is muziek uit de jaren 30, 40, 50. Alleen was het financiële verhaal van de Beethoven Academie minder leuk. Toen de levensbelangrijke sponsorstromen een paar jaar geleden opdroogden, moest de overheid al maar meer bijspringen. En dat ziet minister Asjo nu niet meer zitten. Er zijn financiële problemen geweest. Die zijn rechtgetrokken. We waren helemaal gezond. We konden helemaal schitteren. We hebben ook geschitterd in de eerste helft van dit jaar. En we hadden dat ook kunnen blijven doen. Mits de nodige subsidie natuurlijk. Maar artistiek mist Vlaanderen wel wat, volgens de orkestleden zelf. Sowieso op dit moment, na die beslissing, heeft Vlaanderen geen kamerorkest meer. En dat is heel vreemd, want dat is uiteindelijk een heel eigen repertoire dat niet direct kan of moet opgevuld worden door de grote symfonische orkesten. En dat is dus heel jammer en in die zin is dat een vreemde beslissing. Als na de laatste maat het applaus weg zal zijn, zitten 40 muzikanten zonder werk. Het is heel triestig uiteraard, maar ik denk dat er eigenlijk nog wel misschien wel een toekomst is op een of andere manier. En, ja. Of iedereen moet die voor zichzelf uitzoeken uiteraard. Hè. Maar de Beethoven Academie, die is niet meer.